Sorry, ik moet echt even drinken eerst. Ik had gisteren namelijk een vrijgezellenfeestje in Amsterdam, toen jullie lekker aan het barbecue waren. Dus... Oh, sorry. Sowieso goedemorgen. En ik vind het echt enorm tof dat ik jullie weer wederom iets mag vertellen. Ja, God is een goede vader. Daar zongen jullie heel mooi over. En als je het onze vader bidt, dan spreek je ook als een kind van God, hè? Dat zit hem, zeg maar, in de opening. Onze vader. Wie kent trouwens allemaal het onze vader? Ja. En weet je wat ik toffe vind? Als je dat eigenlijk aan een willekeurige Nederlander in ieder geval vraagt, grote kans dat er dan wel iets van herkenning komt. Want het is namelijk, God is een vader namelijk van ons allemaal. Of je nu ver weg van God staat of dichtbij. En daarmee is het ook eigenlijk een heel inclusief gebed, hè? Als Jezus wat onze vader leert, zegt hij niet mijn vader, maar hij echt onze vader. Daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. En ook over het doorgeven. Want beide diensten, zowel de dienst in Veendam Oost op 5 mei, ging over het doorgeven van vrijheid. En vandaag wil ik het hebben over het doorgeven van Gods Koninkrijk. Want daar gaat het gebed eigenlijk over. Het is eigenlijk een gebed waarbij je het verlangen uitspreekt dat Gods Koninkrijk, de nieuwe wereld, als het ware ook hier op aarde mag komen. Dat is wat je uitspreekt. En even terugkomend op het gesprek met de kinderen. Ik heb een heel bewust een plek gegeven in deze ontmoetingsdienst. Want we kunnen namelijk zoveel van kinderen leren. Want als je het over het koninkrijk hebt, waar hebben we het dan eigenlijk over? En je hoorde al een aantal antwoorden waar ik dacht van, wauw, kinderen kunnen ons zoveel leren. Heb je wel eens naar een kindergebed geluisterd? Wij, in ons gezin zijn we gewend om samen ook te bidden. En heb je wel eens goed geluisterd naar een kindergebed? Er zitten eigenlijk, wat mij betreft, twee componenten in. De eerste component is het hier en nu, de korte termijn. Aan de ene kant een stukje, zeg maar, dankbaarheid voor dat de dag zo leuk was. En meteen opgevolgd door dat het morgen ook zo leuk mag zijn. En dan komt hij. Dat is eigenlijk de tweede component van een kindergebed. Dat is eigenlijk de lange termijn. Dat meisje zei het zo net ook al, hè? Van dat hij altijd het brood aan ons mag geven. Weet je wat ik zo mooi vind aan kinderen? Kinderen hebben nog heel oprecht, heel zuiver, eigenlijk de naïviteit om over heel vrijuit eigenlijk over Gods Koninkrijk te praten. Hoe vaak hoor ik niet aan onze tafel dat ze bidden dat mensen weer beter mogen worden. Dat er oorlogen voorbij mogen gaan. Dat er geen pijn meer mag zijn. Dat de milieuproblemen mogen worden opgelost. En dan zegt mijn zoontje er altijd achter, voor altijd. Niet alleen vandaag, maar voor altijd. Hoe gaaf is dat? En dan lees ik een stukje uit Openbaringen en dan denk ik van, hé, het lijkt er eigenlijk best wel op. Openbaringen 21, even één versje. 21 vers 3. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem die zei, nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn.
En hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen en niemand zal meer sterven. Er zal geen verdriet meer zijn, geen pijn, want alles van vroeger is verdwenen. Ja, wat mij betreft, dat is precies waar een kind nog over durft te praten, gewoon vrij uit. En ik zou het bijna als een soort, ik voel me een soort moraalridder bijna. Maar ik zou bijna willen zeggen, grote mensen, luister. Laat je voeden door de woorden die de kinderen je vertellen. Het is namelijk echt een gemiste kans als je in de kerk, maar ook in de diensten, de kinderen alleen maar laat knippen, kleien en kleuren. Ze hebben zoveel te vertellen, zulke mooie pareltjes komen eruit uit hun mond. Wat kan je met handen doen? Was mijn grote vriend Koen. Die zei zegenen. Wauw. En als je het dan over doorgeven hebt, sta dan ook af en toe aan de andere kant. Ontvang dan ook. Om als ware iemand anders het toe te staan om jou iets door te geven. Dat je als ware kan oefenen ook. De kinderen, dat is onze taak. En ook om te bevestigen. Dat heeft volgens mij ook alles met het doorgeven van het koninkrijk te maken. En als je misschien aan jezelf twijfelt van ja, het koninkrijk is allemaal heel mooi hè, en hoop. En ja, dit is niks voor mij, ik ben heel rationeel. En dan heb ik een boodschap voor je, echt een serieuze. Jij bent ook kind geweest. Het zit erin. Dit is precies wat jij zelf ook hebt gezegd en gesproken. Ik zou bijna zeggen, ga soms weer op zoek naar dat kind. Volgens mij, als ik het goed heb gelezen, zegt Jezus dat ook, hè? Word als ware weer als een kind. Mooi. Wat wel leuk is om even jullie mee te nemen. Hoe je nou tot zo'n thema in zo'n ontmoetingsdienst komt. Bij de voorbereiding samen met Jorien en Tineke mocht ik dat samen doen. En in het begin was ik een beetje zoekende. Dat heb ik altijd. Ik ben best wel creatief en zo. Maar in het begin is het echt voor mij één groot wit vel. Nou, wat gaat er opkomen? En Tineke en Jorien, die hadden eigenlijk voor het eerste dienst, kwamen opeens op Geef Vrijheid Door. Oké, en ze hadden een aantal nummers die ze me lieten horen. En van, nou, dat is leuk. En oké. Maar ik had eigenlijk nog steeds geen clue van, oké, waar gaan we het dan over hebben? En gelukkig was het nog wel, in ieder geval, voor mij 2 maanden of zo van tevoren. Dus we hadden nog tijd. Dus Sven heeft dan ook nog tijd voor creativiteit, dus dat komt wel goed. En ik fietste terug naar huis en ik moest denken aan een klein schilderijtje wat bij mij op zolder ligt. En ik heb hem meegenomen. En als het lukt, dat hij ook op de biermen mag komen. Dit is een uitgevouwen bitprentje, geïllustreerd en wel. En ik zal hem voorlezen voor jullie. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Nou denk je natuurlijk als goed geoefende onze vaderbidder, hey Sven, er mist een stukje. Nee, er mist geen stukje. Je zou kunnen beargumenteren, dit is de versie van het Onze Vader uit het Lucas-evangelie. En ik ga straks met jullie hetzelfde Onze Vader lezen uit de Bijbel in gewone taal. En wat je er zult zien is dat het laatste stukje, zeg maar de lofprijzing, hè, want voor u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid, die staat tussen haakjes.
Ik ben geen theoloog, dus ik wil er niet te veel op in, zeker mijn vingers verbranden. Maar hij staat tussen haakjes, hij is later toegevoegd. Dus er is helemaal niks mis met het katholieke gebed. Dat wilde ik maar even droppen. Dus geïnspireerd en wel ging ik op zoek verder naar het thema, want daar hadden we het nog over, hè? Dus ik dacht van, oh, wat nou als we het koninkrijk ook gaan doorgeven? En dan was waren in de woorden een lijn, zeg maar. Dus ik ging lezen. En dan kom je er eigenlijk achter dat het hele evangelie eigenlijk één groot... Nou ja, het gaat heel vaak. Jezus heeft het eigenlijk alleen maar over het koninkrijk. Alle vergelijkingen, alle verhalen die Jezus vertelt, die zijn opgetekend. Het zijn als het ware kleine schilderijtjes, kleine portretjes van het koninkrijk. Maar ik wil het met jullie vandaag over het Onze Vader hebben. Want wat ik enorm boeiend aan het Onze Vader vind, is dat het Onze Vader een gebed is wat zo bekend is bij zoveel mensen. En toen ik zelf me ging verdiepen, toen kwam ik erachter, Sven, je wist eigenlijk hiervoor niet eens precies waar het over ging. Ik denk namelijk dat heel veel mensen het zomaar gewoon bidden, eigenlijk de woorden uitspreken en eigenlijk niet eens doorhebben wat een gigantisch krachtig gebed ze vertellen. En weet je wat ik daarnaast ook zo tof vind? Is dat zeg maar het gebed ook hetzelfde is dwars door de verzuiling heen. En zelfs dwars door de reformatie heen, zeg maar, is dat gebed van Jezus hetzelfde gebleven. Rechtstreeks eigenlijk naar het Jodendom. Want het Onze Vader is natuurlijk een Joods gebed. Het is ons geleerd door een Joodse leraar. En weet je wat ik het eigenlijk het allertofste vind? Is dat op het moment dat je het Onze Vader aan het bidden bent, bewust of onbewust, je spreekt letterlijk de woorden van Jezus. Hoe vaak doe je dat nou? Hoe awesome is dat? Hoe gaaf? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Jij spreekt op dat moment letterlijk de woorden van Jezus, van in ieder geval van de Verlosser. En misschien juist wel omdat het zo bekend is. En omdat het, hoop ik althans, regelmatig mag klinken in je gemeente. Is het misschien ook wel een gebed wat misschien een beetje ergens is uitgehold. De woorden zouden zomaar als het ware stuk zijn gesproken. Eigenlijk misschien wel betekenisloos. En ik hoop je daar vandaag een kleine nieuw blik op te geven. En ik heb zeker niet de illusie dat de paar minuten die ik er eigenlijk voor neem, dat die volledig zijn. Maar ik heb het wel. Ik ben er zeker van overtuigd dat ik je vandaag zeker wat te vertellen heb. Als eerste even het ons. Ik zei het al. Het is een gebed wat je zegt als kind van God de Vader aan de ene kant. Maar heb je bijvoorbeeld wel eens opgelet hoe vaak het woord ons voorkomt in het gebed? Als je het zal gaan tellen, kom je erachter 5-6 keer, afhankelijk van de vertaling, komt ons voor. Het is een gebed wat verbindt. Het is ook een gebed wat je niet alleen uitspreekt. Dus op het moment dat je bij spreken de volgende keer, iedereen kent dat misschien wel, op het moment dat mensen met elkaar willen bidden, dan is er altijd een beetje een soort verlegenheid, toch? Van God, wie wil? En dan zijn het vaak de bekende bidders die dan gaan bidden. Maar ik zou bijna willen zeggen, ik zou je bijna willen aanmoedigen, van goh, als je dan niks weet, bid het Onze Vader. Ik bedoel, kom op. Jezus heeft het ons geleerd en het gaat over ons. Daarom juist zo prachtig. Wat ik ook zo tof vind, dat zit eigenlijk ook in dat Onze Vader.
is dat, en dat komt eigenlijk door Pasen, hè? Door het offer wat Jezus heeft gedaan en ook de opstanding. Jezus brengt ons ook eigenlijk op hetzelfde niveau met hem, hè? Met zichzelf, want het is zijn vader tenslotte. En wij mogen God, de schepper, het oneindig grote, de grote creatieveling van allemaal, mogen wij als het ware op, mogen wij, ja, komen als het ware op hetzelfde niveau als Jezus. Enorm mooi. En het is zeker geen bede om zelf naar de hemel te mogen gaan. Hè? Het is juist een bede waarin je vraagt van God, laat alsjeblieft uw koninkrijk komen hier op aarde. Het is als ware, je vraagt als ware om een interventie van God hier op aarde. En we gaan het straks ook zingen. Bouw uw koninkrijk. He, dat zingen we letterlijk. Bouw uw koninkrijk hier op aarde. Mooi. Eens even kijken. Ik ging ook nog volgens mij even lezen. Dat heb ik voor mij overgeslagen. Ja, dat is misschien wel even goed om te doen. Want dat heb ik overgeslagen. Ik moet toch de Bijbel openen. Hè? Sorry. De reden dat ik vandaag eigenlijk de Bijbel in een gewone taal met jullie wilde lezen, is omdat het ook een andere kijk kan geven op dit gebed. En ik wil lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 6, vers 7. En Jezus legde uit hoe wij moeten bidden. Als je bidt, moet je niet steeds maar blijven doorpraten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Ze denken, hoe meer ik praat, hoe beter mijn God luistert. Dat moeten jullie niet doen. Want je vader weet al lang wat je nodig hebt. En dat weet hij al voordat je het gevraagd hebt. Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden. Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden. Net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Blokhaakje openen. Want u bent koning. U regeert met grote macht voor altijd. Amen. Sluit van het blokhaakje. En Jezus zei verder, je moet andere mensen hun fouten vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven. Maar als je andere mensen hun fouten niet vergeeft, dan zal je Vader ook jouw fouten niet vergeven. Wel een hele eerlijke en goede toevoeging, hè, aan het eind die Jezus toevoegt. Nou, zoals ik al zei, het is een gebed waarbij je dus vraagt of de hemelse vreugde ook hier op aarde mag komen. En in het eerste gedeelte, in de eerste paar versen, is er eigenlijk de parallel met het aanbidden van God. Uw naam wordt geheiligd. Dat is overigens ook de parallel met bijvoorbeeld de samenvatting van de 10 geboden. God, heb God lief boven alles. En het tweede gedeelte,
heb je naaste lief als jezelf. Hè, dat is het gedeelte waar dat ons nog vaker in voorkomt. Dat je bidt voor de dagelijkse dingen. Dat je bidt voor vergeving. Je bidt eigenlijk voor het nieuwe perspectief. Voor de, ja, eigenlijk bid je God, onze Vader, mag de aarde weer worden zoals het bedoeld is. Eigenlijk ga je, is het ook weer een verwijzing naar hoe het paradijs ooit was. Dan moet ik daar naartoe lopen. Hoe het paradijs ooit was. Hoe het oorspronkelijk bedoeld is. Het is het herstellen van wat ooit was. En ja. En ook dat laatste stukje waar Jezus eigenlijk accentueert op het moment dat je zelf niet vergeeft, kan de Vader jou ook niet vergeven. Dat is eigenlijk een hele mooie aansluiting met de eerste dienst van 5 mei. Want op het moment dat je namelijk blijft vasthouden aan jouw gelijk ten opzichte van die anderen. En misschien zit er wel heel veel verdriet of wat dan ook. Maar je blijft vasthouden aan jouw gelijk. Je vergeeft die ander niet. Blijf je als het ware een slaaf. Blijf je als het ware vast daaraan vasthouden. En Jezus is wederom heel eerlijk hier. Op het moment dat je de ander niet vergeeft. Als je zelf hetgene wat je hebt ontvangen van hem, zeg maar. Het cadeautje wat je van hem hebt ontvangen. Niet zelf doorgeeft. Dan, ja, dan doet de Vader het ook niet vergeven. Maar aan de andere kant betekent Gods koninkrijk doorgeven ook letterlijk. Wederom dat beeld van die handen. Aan de ene kant de biddende handen. Maar met diezelfde handen mag je ook, zeg maar, het koninkrijk bouwen. Het nummer wat jullie hoorden voor aan de dienst, dat heet The Kingdom Come. En dat is van een band, Pray for Rain. En in mijn studententijd hoorde ik dat nummer voor het eerst. En het is een nummer wat enorm veel impact op mij heeft gehad. Die band heeft ook, zeg maar, God gebruikt om eigenlijk zijn aandacht van mij te krijgen. En een van de zinnetjes die ik echt enorm mooi vind en enorm bepalend zijn eigenlijk in mijn leven, is de volgende zin. If actions speak louder than words, then let me live loud enough to be heard. Louder than a scream. Vertaald, als je daden luider klinken dan woorden. Als dat zo is, laat mij dan zo leven dat ik gehoord zal worden. Luider dan een schreeuw. Geen woorden, maar daden. Dus laat die handjes ook maar, gebruik ze. Je hebt ze niet voor niets. En je kan ermee zegenen, zoals de kinderen al zeiden. Maar je kunt ook letterlijk iemand gewoon tot hulp zijn. Bijna elke keer als ik hier op het podium mag staan, haal ik het voorbeeld aan. Maar het heeft zoveel indruk gemaakt. En ik weet, er zijn momenteel een aantal mensen die ook in de zaal die mij 7 jaar geleden, mij en mijn gezin enorm hebben geholpen. Wat gebeurde er namelijk? 7 jaar geleden werden Boze Levi geboren. Hartstikke vrolijke tweeling. Volgens mij hebben een aantal mensen ook bij de deuren stonden ze te verwelkomen. En wat enorme impact op mij heeft gemaakt, is tijdens de eerste periode. Het is loodzwaar om ouders te zijn van een tweeling. Het is ook heel leuk en schattig, maar ook loodzwaar. Meer dan een half jaar stond bijna elke dag Jezus
als het ware voor onze deur met een pan eten. Dus, en ik nam ook nog de afwas mee, echt fantastisch. Geen mooie woorden, maar dat kan ook dienend zijn, zeg maar. En de reden dat ik wederom dit voorbeeld aanhaal, is dat ik wil eigenlijk diegene nogmaals wil bedanken, want het is denk ik een van de redenen dat ik, zeg maar, onder andere hier überhaupt sta. Dat is ook het doorgeven van je koninkrijk. En dan denk je, hoe kan je Sven nou inspireren met een pan macaroni? Of een... Maar dat is ook doorgeven. Gods wegen zijn echt ondoorgrondelijk. Net zo dat ik bij een Rooms prentje uitkom, zeg maar, om, zeg maar, hier in een christelijk gereformeerde kerk een ontmoetingsdienst over te vertellen. Ja. Weet wat voor een gigantische impact je met iets kleins kunt maken, en ook al zie jij het niet in iemand andermans leven. En ik geef jullie dezelfde samenvatting, maar nu iets samenhangender als de kinderen. Net als de vingerafdrukken op je vingers en de rimpels op je hand iets over jou zeggen, zegt het Onze Vader iets over het Koninkrijk. En met diezelfde handen kunnen wij het Koninkrijk, Gods Koninkrijk, zichtbaar maken aan andere mensen. En als een kind van Onze Vader mag, als het ware, dat gebed op je handen zijn geschreven. De Vader geeft en wij geven enkel door. Maar onze handen mogen, net als Onze Vader, het verlangen laten zien dat we allemaal uitkijken naar Gods Koninkrijk, Gods nieuwe werkelijkheid. En zo kan het zomaar, als je misschien wel letterlijk iets doorgeeft, 2 generaties later, dat een bidprentje inspireert om over het koninkrijk te praten. Dus dank je wel, mama, voor het doorgeven. En dat is wat ik met jullie vandaag wilde delen, wat ik aan jullie wilde doorgeven. Kom, we gaan bidden. Oh, oké, dat mag. Oké, we gaan bidden. Onze Vader, dank u wel dat u onze Vader wilt zijn. En dat wij door het offer van uw Zoon u mogen aanspreken als een kind. Dank u wel dat we ook allemaal mogen meebouwen aan het koninkrijk. Dat u ons daarin vertrouwt. Dank u wel dat ook onze gemeenteleden Bert en Betsy mochten uw koninkrijk mochten bouwen in Israël. Dank u wel dat ze ook weer terug mochten komen in goede gezondheid. Wat enorm tof dat ze daar de tijd en ruimte voor hebben. En de passie. Ik wil u danken voor het wonder dat, ja, hoe imperfect je ook misschien bent, dat je, ja, dat u iedereen kan gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Ik wil u danken ook dat we mogen genieten van uw mooie muziek.
dat we ook de talenten in de gemeente mogen hebben om mooie ontmoetingsdiensten te organiseren. En wil ons alsjeblieft daar ook in blijven zegenen. Wil ons blijven helpen. Wil ons ook bemoedigen dat wij de vrijheid mogen ervaren, de vrijmoedigheid mogen hebben om andere mensen het, ja, uw koninkrijk te laten zien, dat dat zichtbaar mag worden. En ja, hoe machtig mooi is het. U zelf leerde ons bidden.